De snelle responsteams, kortweg ook de SRT-teams genoemd, vormen eigenlijk een brug tussen de reguliere interventieploegen en de speciale eenheden of de bijzondere eenheden van onze politiezonen, welke uiteraard niet altijd op het terrein aanwezig zijn. De bedoeling was eigenlijk teams op het terrein te hebben die snel kunnen ingrijpen in die gevallen waar dat een verhoogde dreiging of risico aan de opdracht verbonden is. Concreet voorbeeld is een werkgever die belt dat een werknemer van hem in ruzie met zijn ex op weg is naar deze ex-partner, al dan niet in bezit van een wapen of een mes, om deze persoon iets aan te doen. De radiokamer op dat moment gaat onmiddellijk reguliere ploegen aansturen om nazicht te doen naar deze persoon, als we een goede beschrijving hebben. En de snelle responsteams zullen zich zo tactisch mogelijk in plaats stellen. In dit geval gaat één ploeg normaal gezien zich in de buurt van de woning ophouden, terwijl de andere ploegen mee nazicht doen in de stad. Verdachte opgemerkt, gaat aankomen op het appartementsblok. We gaan over tot interceptie, over. En op het moment dat de verdachte zich aanbiedt aan de woning van zijn ex-partner, zullen beide SRT's overgaan tot de arrestatie van de verdachte op een zo veilig mogelijke manier, met uiteraard zo weinig mogelijk geweld. Politie! Halt! Spreid uw armen! Op uw knieën! Handboeien, mannen! Vooruit kijken. Scherpen of snijden een voorwerp bij. Mes! Verdachte staande gehouden en onder controle. Eenmaal dat deze arrestatie gebeurd is, zal de interventieploeg de persoon overnemen, zodat er verder onderzoek kan gebeuren. De leden van de snelle responsteam hebben allemaal een zeer strenge selectie doorstaan en een doorgedreven opleiding en training ook gekregen. De bedoeling van die opleiding en training is enerzijds om te kunnen rekenen op hun middelen die ze ter beschikking hebben, het materiaal, anderzijds ook om met hun technieken daarna zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen optreden met een minimum aan geweld op dat moment. Een concreet voorbeeld is een voertuig dat betrokken was bij een homejacking. Reguliere interventieploegen kijken mee uit. Als ze het voertuig zien, gaan zij in de eerste plaats de volging inzetten, maar de SRT-teams zullen zo snel mogelijk overnemen. De Brabo 101 is mee in de volging. Interventie kan afbreken, werd dat nodig. Uitbreken af, ijzeren poortkaai. Daarna gaan ze gewoon kijken in functie van wat dit voertuig doet, op welk moment ze over kunnen gaan tot een veilige en snelle arrestatie. Het voertuig maakt aanstalten om te parkeren. 101 gaat over tot interceptie van de bestuurder. Politie, handen buiten. Handen buiten. Clear. Kijk naar mij. Uitstappen. Tegen de deur, tegen de deur. Benen spreiden. Heeft u iets bij waar ik mee aan kan snijden of prikken? Pikken, pikken. Achteruit wandelen. Eenmaal de verdachte onder controle is, zal deze opnieuw overgedragen worden aan een reguliere interventieploeg. Goed doorschuiven. Zodat het SRT snel terug ter beschikking is voor een volgende opdracht.